Duikteam Zeester is ontstaan uit een aantal sportduikers die regelmatig op de Noordzee gaan duiken met Klaas Koch, de eigenaar van het schip Zeester. Het duikteam bestaat uit een vaste kern duikers die al jaren meegaan en die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe enthousiaste wrakduikers. Het duikteam heeft haar thuisbasis in Nederland in de haven van Lauwersoog in de provincie Groningen. De kustwateren van Nederland behoren tot de grootste scheepskerkhoven ter wereld met plusminus 14.000 wrakken. Niet op al deze wrakken kan worden gedoken, omdat het merendeel bestaat uit historische wrakken die door de woeste Noordzee al lang zijn gereduceerd tot brokken concretie die alleen nog maar bestaan uit metalen delen of lading begroeid met allerlei organismen. Het hout waaruit deze schepen bestonden is al lang vergaan. Sommige van deze wrakken zijn echter onder het zand bedolven en goed geconserveerd gebleven. En als door een of andere oorzaak de stroomrichting van het water verandert, dan kunnen deze wrakken opeens worden blootgelegd en hierdoor worden er door de diverse duikteams die op de Noordzee actief zijn soms spectaculaire historische vondsten gedaan. Elk duikavontuur begint met het bepalen van een duiklocatie, hetgeen op de Noordzee altijd een wrak betreft, omdat een scheepswrak een oase van leven is in een grote woestijn van zand. En in Nederland hebben wij geen koraalriffen. De wrakken die nog duidelijk herkenbaar zijn als een schip, dateren voornamelijk uit het einde van de 19e en 20e eeuw. In de noordelijke kustwateren van Nederland liggen ook veel wrakken uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, omdat dit de aanlooproute is naar de Duitse havens. Dit zijn de voornaamste wrakken waar het duikteam van de Zeester op duikt. Voordat er gedoken kan worden, moeten we eerst de positie van het wrak op de zeebodem bepalen. Vroeger deden we dat met behulp van dekapparatuur en een zoekschema. De kapitein voer daar met het schip op en neer, en de positie werd op de seconde nauwkeurig bijgehouden op een zoekschema. Als er dan een uitslag was te zien op de schrijvende dieptemeter, dan was het wrak gevonden. Tegenwoordig werken we met een GPS die de positie op 1 meter nauwkeurig kan aangeven. En een sonar die ongeveer 100 meter vooruit en 180 meter breed kan scannen. Als we dan een uitslag hebben, varen we er overheen en controleren dit met de uitslag op de driedimensionale dieptemeter. Daarna geeft de kapitein een signaal waarna de ankerlijn overboord wordt gegooid. Twee duikers gaan eerst te water om de ankerlijn aan het wrak vast te maken. Daarna wordt de lijn opgepikt en vastgemaakt aan het schip. En dan kan het duiken beginnen.
De Nederlandse Hydrografische Dienst geeft een boek uit waarin alle posities staan van de gepeilde wrakken in de Nederlandse kustwateren. Dit was in eerste instantie bedoeld voor de scheepvaart en visserij, maar de sportduikers maken er nu ook gretig gebruik van. Natuurlijk staan niet alle gezonken wrakken in het boek, maar alleen de wrakken die met een sonar gepeild kunnen worden, omdat alleen deze wrakken belangrijk zijn voor de scheepvaart. Alle andere wrakken die dus onder het zand zijn bedolven, zul je niet aantreffen in dit boek. Als de naam van het wrak bekend is, staat deze er ook bij. Maar het overgrote deel heeft alleen maar een wraknummer en is er niets over het wrak bekend. Dit zijn natuurlijk de interessantste wrakken, omdat er nog van alles te ontdekken valt aan zo'n wrak. En door het vinden van bijvoorbeeld een scheepsbel of een machineonderdeel met een nummer of naam van de fabrikant, kan vaak de naam van het wrak worden achterhaald en hebben we weer een stukje van de maritieme geschiedenis opgelost. Dit in tegenstelling tot veel wrakken in het buitenland. Dit zijn vaak wrakken die speciaal voor de toeristen zijn afgezonken en elke dag bezocht worden door grote aantallen duikers. Natuurlijk vormen dit soort wrakken een prachtig kunstmatig rif, maar de spanning van het duiken op een wrak waar nog niemand op heeft gedoken blijft natuurlijk een enorme uitdaging. En je hoeft er niet eens een verre reis naar een tropisch oord voor te maken, want deze wrakken liggen in onze eigen voortuin, de Noordzee. Als je op oorlogswrakken duikt, kom je ook vaak explosieven tegen, zoals hier een aantal dieptebommen. Als je geen verstand hebt van dit soort zaken, moet je er absoluut niet aankomen, omdat er altijd explosiegevaar bestaat als je niet weet hoe je met dit soort dingen moet omgaan. Ook kunnen de explosieven instabiel zijn geworden. Dus afblijven. Veel mensen denken dat de Noordzee donker en vies is en dat je niks ziet. En duikers die voor het eerst in de Noordzee duiken, zijn vaak verwonderd door de kleurenpracht die ze alleen in tropische wateren dachten te vinden. Het eerste wat je opvalt als je bij het wrak aankomt, is de kleurenpracht van de zeeanjelieren, die een wrak in korte tijd volledig kunnen overwoekeren. Om kleuren onder water te kunnen zien, heb je wel een lamp nodig, omdat het water de kleuren eruit filtert. Dit zijn polypen die het voedsel uit het voorbijstromende water filteren. De soortenrijkdom die je op een wrak kunt vinden, doet niet onder voor die van een koraalrif. Dit is het zogeheten dodemansduim, dat ook behoort tot de lagere diersoorten. En daarachter zie je een spons. Ook komen er diverse soorten anemoontjes voor in de Noordzee, die kleverige en giftige tentakels hebben waarmee ze hun prooi vastgrijpen en verlammen. Hier heeft een anemoon een blauwe kwal gegrepen en is bezig deze te consumeren. Dit is zo'n blauwe kwal die hier nog rustig door het water heen zweeft. Kwallen kun je in vele soorten en kleuren tegenkomen. Pas wel op, want vaak hangen er meterslange slierten aan die zeer giftige netelcellen bevatten die bij aanraking afgevuurd worden. Een duiker heeft vaak geen last met zijn duikpak, maar het gezicht heeft diverse onbeschermde gedeeltes die hevig geïrriteerd kunnen raken door de netelcellen. Hier wordt een kwal vastgegrepen door de ontelbare tentakeltjes van de zeeanjelieren. En hoe meer hij zich beweegt, hoe meer kleverige tentakels hem vastgrijpen, waarna hij uiteindelijk als voedsel in de magen van de anemone eindigt. Een kwal wordt door jonge vissen vaak als bescherming gebruikt. In de vertraagde opname zie je duidelijk hoe het jonge visje heel even de bescherming van de kwal verlaat om meteen daarna weer in zijn schuilplaats te schieten. De Noordzeevissen hebben misschien niet de kleurenpracht van hun tropische broeders, maar ze zijn echt niet helemaal kleurloos en interessant genoeg om hun gedrag tijdens een duik te bestuderen. Veel duikers zien dit over het hoofd, omdat ze meer geïnteresseerd zijn in het wrak zelf en de souvenirs die ze kunnen scoren.
Maar als deze duikers eens een keertje een duikje besteden door rustig op het wrak te gaan liggen om de vissen te bestuderen, gaat er misschien wel een hele andere wrakkenwereld voor ze open. Wrakduikers kun je onderverdelen in diverse categorieën. Als eerste groep heb je de archeologen, die vooral zijn geïnteresseerd in oudere wrakken. En omdat er van deze wrakken meestal niet veel meer over is, kunnen ze maandenlang op een bepaalde locatie in de Noordzeebodem zitten te vroeten om allerlei kleine en grotere gebruiksvoorwerpen te vinden. Als tweede categorie heb je de fotografen en filmers, die alles vastleggen wat met wrakduiken te maken heeft, om ook anderen een kijkje te gunnen in de fascinerende wereld van het wrakduiken. De derde categorie bestaat uit de grootste groep, de zogenaamde kijkers, die zich vooral als gasten in de onderwaterwereld gedragen. Zij zijn eigenlijk geïnteresseerd in alles wat met het wrakduiken te maken heeft. De vierde groep wordt vertegenwoordigd door de biologen, die vooral geïnteresseerd zijn in alles wat leeft op en rondom de wrakken. De vijfde groep zijn de verzamelaars, die souvenirs van de wrakken meenemen, thuis schoonmaken en conserveren. We komen later nog op deze groep terug. Uiteraard zitten er in de Noordzee krabben. En dit is de grootste, de Noordzeekrab, die wel zo groot als je hoofd kan worden. Als onderkomen zoeken ze meestal een vaste plek uit, zoals hier in dit kanon. De grote Noordzeekrab deinst niet terug voor een stevig robbertje vechten om voedselresten, een schuilplaats of een territorium. De spinkrab is weer een heel ander soort krab die zich vaak camoufleert. Met algen bijvoorbeeld, of soms zet hij wel eens een zeeanjelier op zijn rug. Het heremietkreeftje komt veel voor in de Noordzee en op elke duik kom je wel een paar tegen. Het kreeftje gebruikt lege schelpen als een huisje en als hij groter groeit moet hij een nieuwe en grotere schelp zoeken. En daarom moet je ook nooit lege schelpen van de zeebodem meenemen. Een minder frequente verschijning is de zeenaald, die familie is van de zeepaardjes. Die overigens ook in de Noordzee kunnen voorkomen. De zeesterren zijn samen met de krabben de aaseters die zorgen dat alle dode dieren van de Noordzee opgeruimd worden. De omstandigheden bij het wrakduiken zijn niet altijd ideaal. Het kan bijvoorbeeld flink stromen. En je moet dan de luwte van het wrak opzoeken en je over het wrak heen trekken in plaats van te zwemmen. Het zicht onder water kan variëren van 5 centimeter tot 25 meter. En bij slecht zicht is het pikdonker onder water. Dit komt omdat de kleine stofdeeltjes het licht van boven blokkeren. Ook kan het water helder zijn, maar zweeft er grof vuil en plankton in het water. Het zonlicht dringt dan echter wel door tot het wrak en als het dan stroomt, is het net of je in een sneeuwstorm zit. Wat erg gevaarlijk kan zijn is als je met goed zicht een wrak inzwemt en het zicht binnen helder is. Dan heb je niet in de gaten
dat je met je zwemvliezen achter je het vuil opdwarrelt. De wrakken in de Noordzee bevatten veel meer vuil en sediment dan wrakken in tropische wateren. En als je besluit om weer om te keren, merk je ineens dat het zicht gereduceerd kan zijn tot enkele centimeters. Daarom gebruiken we bij een nieuw en onbekend wrak, ook bij goed zicht, een gidslijn, waardoor je altijd weer bij de uitgang kan komen. Ook als het zicht redelijk is, maar door algen aan de oppervlakte het bij het wrak donker is, moet je een gidslijn gebruiken. Omdat je anders niet doorhebt dat je ergens ongemerkt onder of in zwemt. Dit is een foto van de E3, een Engelse onderzeeër uit de Eerste Wereldoorlog. Klaas, we zijn op zoek naar de E3, waarschijnlijk de E3. Dat moeten we nog afwachten. Maar de positie, of de globale positie, hoe kom je daar eigenlijk aan? Nou, we zijn al een tijdje op zoek naar die E3. We hebben het boekje van Paul J. Kemp. Hebben een verhaal dat hij ten westen van de Eems getorpedeerd is. En dus hij moet hier ergens liggen. We hebben allerlei mogelijke zakken onder zo. Ja. En daar was hij dus niet bij. Toen sprak ik met de vakantie iemand van Ecuador, van de Schelling. En die had de positie gekregen van door een visser, ik meen het, de UK-47. Dat hij een haker had met zijn net. En die heeft een eind mee gesleept. Die kon het niet boven krijgen, dat was te zwaar. Toen heeft de boeienlegger, de Schelling, heeft hem geholpen. Hebben ze boven getakeld, want het bleek dat het snaarstuk van de onderzeeër te zijn. Dat is ongeveer 3 jaar geleden. We hebben het er ook wel in de krant gelezen. Maar toen dacht ik, nou, een onderzeeër van 54 meter. Daar trek je maar zo geen staanstuk van aan. Dus waarschijnlijk een mini-onderzeeër daar. Maar toen sprak ik dus tijdens de vakantie met Nico van Ecuador. En die had die positie van die drukker gekregen. Dus dacht ik, moet dan maar eens even gaan kijken. Dit zijn foto's van de torpedobuis en een gedeelte van het staatstuk die door een visser in 1990 zijn opgevist. Duidelijk is de schade te zien die ontstaan is door de inslag van een torpedo. En hier is de plek van de inslag te zien onder water. De E3 is de eerste onderzeeër in de geschiedenis die in een oorlogssituatie door een vijandelijk schip tot zinken is gebracht. En is door duikteam Zeester op 15 oktober 1994 ontdekt. Bijna 80 jaar later nadat er gezonken was. Hier kijk je tegen de voorkant van de onderzeeër aan. Duidelijk te zien is het diepteroer met daarachter het stabilisatievlak. Deze twee duikers zwemmen langs de twee afgebroken periscopen waar ooit de commandotoren moet hebben gestaan. Waarschijnlijk is deze er door de netten van een vissersschip afgetrokken. Hier nemen we een kijkje door het luik waar de commandotoren gestaan moet hebben. En zie een duiker naast de periscoop zijn vondst bekijken. Uit het verslag van de Duitse onderzeeër de U-27 blijkt dat de E3 op 18 oktober 1914 aan de oppervlakte waarschijnlijk zijn accu's aan het opladen was. De Duitse U-boot besloopt de E3 tegen de zon in en heeft hem vanaf ongeveer 200 meter getorpedeerd. De onderzeeër scheurde als een sardineblikje open en zonk direct. De U-bootkapitein was bang voor andere onderzeeërs in de buurt en ging pas na een half uur kijken op de plek
waar de E3 gelegen had, maar kon geen overlevenden meer ontdekken. Omdat wij het wrak aantroffen zonder ontsnappingsluiken, nemen we aan dat alle bemanningsleden uit de onderzeeërs zijn gekomen toen hij zonk. Maar door de temperatuur van het zeewater zijn ze snel onderkoeld geraakt en verdronken. Hier betreden we via het achterste ontsnappingsluik bij de machinekamer het binnenste van de E3 en begeven we ons door de 50 meter lange romp via de centrale naar de voorzijde. Als je het nauwe schip binnendringt, kun je bijna voelen wat voor drama er zich moet hebben afgespeeld toen de bemanning na het torpederen voor hun leven vocht. Tijdens onze verkenningen in het binnenste van de onderzeeër zijn we geen stoffelijke resten tegengekomen. Dit is de hoofdperiscoop die gebruikt werd voor verkenning. Ook hadden deze onderzeeërs nog een tweede periscoop die gebruikt werd bij aanvallen omdat deze veel compacter was en bijna niet opviel op het wateroppervlak. Ons duikteam was verbijsterd over het aantreffen van zoveel techniek in een onderzeeër die gebouwd is aan het begin van de vorige eeuw, in 1911. Een gedeelte van het door duikteam Zeester opgedoken materiaal is te zien in de exposé te Lauwersoog. De ladder die hier in de centrale staat en naar de commandotoren leidde, is aan het Onderzeebootmuseum te Gosport in Engeland geschonken. Dit is de machinekamer met aan beide kanten de machines en rechts in beeld de olielekbakjes. Hier betreden we het torpedocompartiment aan de voorzijde van het wrak en dit zijn de torpedomotoren. Dit is de voorste torpedobuis met het openstaande luik. Hier verlaten wij het binnenste van de E3 door het ontsnappingsluik van de torpedoruimte. Hier zie je de buitenklep van de voorste torpedobuis. Dit is het gedeelte waar het staartstuk heeft gezeten dat door het visserschip is opgevist. De schroefas en de schroef zelf liggen nog op een plek. En dit is een van de schroefbladen. Aan het eind van de duik worden de souvenirs met een hefballon naar de oppervlakte getransporteerd. Zo, zijn we vandaag weer op de E3 aan het duiken geweest. Wat voor vondsten hebben we allemaal gedaan? Nou, vandaag was wel heel succesvol vandaag. Alles wat hier ligt, komt allemaal eigenlijk... Praat eens maar harder, want we horen je niet door de wind. Alles wat hier ligt, dat is één dagje duiken op de E3. Ik zie allemaal manometers.
Ja, dit zijn dus manometers deze. En nog vrij goede ook, zie ik. De plaatjes staan er nog op. En ik zie daar wat lampjes. Die zijn van Paul, hè, geloof ik. Ja, die heeft Paul eruit gehaald. Ja, die eruit gehaald, Paul. Ja. Vindt het erg? Die gaan we helemaal glimmen. Die doen het straks ook weer. Ja. En wat staat hierop? Wat is dit eigenlijk? Dit lijkt me heel interessant. Dit is een regulator. Een regulatorkast. Ja. Die heb ik eruit gehaald. En ballastpomp lees ik daar, klopt dat? Resistance all out, resistance all in. Het is een weerstaande kast. Ja, dat is speed regulator, starboard, ballast pump, hè? Ja. En dit hier is een amperemeter. Ja. En dit heb ik een dag ervoor uitgehaald, of twee dagen ervoor. Zo'n periscoop, hè? Dit is een gedeelte van de periscoop. Hier zit binnen het bolle glasje hier nog in. Ja. En de spiegelreflex is nog helemaal intact. Oh ja, dat klopt, zeg. Er zit een spiegeltje in. Het is een onderdeel van de tweede periscoop. De eerste periscoop die staat nog helemaal intact in de E3. Het is de tweede periscoop geweest. Ik zie hier nog een kraantje liggen. Er is nog een kraan, die komt er ook uit. En wat is dit voor onderdeel? Dit is een onderdeel dat heb ik uit de machinekamer gehaald. Ja? Het heeft iets te maken met een motor. Dit is dus een lekbakje, een olielekbakje. Ja. Hier zitten met kranen zitten erop. En wat hier verder onder zit, ja, dat komt pas tevoorschijn wanneer je het straks gaat schoonmaken. En Klaas Koch heeft dit pistooltje gevonden, ja. Maar het is geen echt pistool, hè? Nee, dit is een seinpistool. Ja. Ja, of een elektrisch contact eventueel. Ook een hele mooie vondst. En dit is de droom van elke wrakduiker. Het vinden van de bel. Het 100% bewijs dat het hier de Engelse onderzeeër E3 betreft. Dit is de geborgen motor van een torpedo uit het voorste compartiment van de E3 en de afsluitdeksel van de achterste torpedobuis. Hiermee zijn we ook aangekomen bij de vijfde en laatste categorie wrakduikers. De verzamelaars, die alles wat los en vast zit aan een wrak en vooral koper meenemen naar huis en dit dan schoonmaken, conserveren en bewaren. Vooral de verzamelaars zijn een omstreden groep sportduikers. Omdat er veel duikers zijn die vinden dat je te gast bent in de onderwaterwereld en alles onaangeroerd moet laten om ook toekomstige duikers nog een kijkje te gunnen in de schatkamer van de zee. Natuurlijk gaat dit argument op voor levende wezens. En als er op een duiklocatie maar enkele wrakken liggen. Maar omdat wij in Nederland zoveel wrakken hebben en er maar zo weinig mensen op zo weinig dagen per jaar kunnen duiken, is het onwaarschijnlijk dat deze schatkamer ooit leeg raakt. En elk jaar worden er weer nieuwe wrakken ontdekt. Het betreft hier dan voornamelijk wrakken waar de professionele archeologen niet in zijn geïnteresseerd, omdat ze meestal niet ouder zijn dan 100 jaar. Het opgedoken materiaal wordt regelmatig tentoongesteld met allerlei achtergrondinformatie over de voorwerpen, zodat ook mensen die niet duiken kennis kunnen maken met het wrakduiken. En deze groep mensen is aanzienlijk groter dan het kleine groepje duikers dat regelmatig op de vele wrakken in de Noordzee duikt. Over een aantal decennia is er niet veel meer van deze wrakken over en dan is er toch een stukje maritieme geschiedenis bewaard gebleven, ook al heeft het geen grote historische waarde. Je kunt het dilemma dus van twee kanten bekijken en aan beide kanten schuilt wel een stukje van de waarheid. Feit is dat elke wrakduiker, ongeacht in welke van de vijf categorieën hij valt, wel iets van zijn interesse kan vinden op een wrak. En daarom is het een van de meest fascinerende takken van de duiksport. Nou Klaas, dit zijn jouw vondsten van de E3. Ja. Kun je de kijkers even uitleggen wat het allemaal betekent? Bijvoorbeeld hier zie ik het. Dit is de telegraaf, die komt uit de machinekamer. Van de E3 ook? Van de E3. En dit is een oliekannetje. De machinekamer, die komt niet uit de machinekamer. Die heb ik ergens, eigenlijk toch wel bij de centrale, een beetje in de zijkant lag die. En zie daar dat pistooltje weer. Ja, dit is een elektrisch pistool, die maakt elektrisch contact. Ik heb hem uit elkaar gehad. En hier heeft een snoer aangezet.
En waarschijnlijk heeft hij gediend om de torpedo mee af te vuren. Ja, die staat ook op starboard. Ja, maar zeker weten we het niet. Maar zeker weet ik het niet, nee. Maar in ieder geval is het iets om elektrisch iets mee af te vuren. Kijk, je kunt hem op zee zetten. Ja. Maar ja, het is toch wel een aardig ding. En je hebt een iets grotere uitvoeringsscheepstoeter. Dit is de hoogspreekbuis. Die heeft in de centrale gehangen. En daar stond de commandant dan voor de bevelen door te geven. Of omgekeerde hoorde die dus van de bemanning. Die stonden dus in verbinding met die kleine spreekbuis. En niet die twee loggen die... Dit is het afstandslog en de snelheidslog van de E3. Deze die gaf de snelheid aan, die knoop. Ja. Staat ook al, speed. En deze die gaf de afstand aan wat hij gevaren, die kon ze ook los instellen. En hij heeft precies 3388 mijl heeft hij afgelegd. Dat is eigenlijk nog niet zoveel. Ja, dat klopt. Het schip was ook vaart. Nog maar een half jaar oud. Wat is de afstand die je hebt gelopen? 3000 mijl en 388 mijl. 3388 mijl. Dat is niet veel. Nee. Gaan we doen wat dan vandaag? Ja, de bedoeling is vandaag dat we een kanon, een afweergeschut van een Duitse oorlogsschip gaan bergen. Dat willen we omhoog halen. En dat kanon hebben we een aantal weken geleden gevonden. Toen hebben we geprobeerd om dat te liften met een hefballon van 250 kilogram. En dat was te weinig. Omdat dit niet gelukt is, gaan we het nu nog een keer proberen met twee hefballonnen. Het bergingsplan wordt grondig doorgesproken aan boord van het visserschip de ZK-18 die meegaat om het afweergeschut aan boord te tillen met een kraan, omdat de zeester die niet heeft. Ook wordt er een plan gemaakt om de berging onder water te filmen. De voorspelling van windkracht 4 is niet uitgekomen en de wind is aangewakkerd tot windkracht 7. Omdat de wind echter uit het zuidoosten komt en het wrak niet ver boven Schiermonnikoog ligt, valt de deining voor de ervaren duikers van de zeester nog mee en wordt besloten om toch de berging door te zetten. De ZK-18 ligt hier in positie om het kanon aan boord te hijsen. Het is duidelijk dat het duiken onder dit soort omstandigheden alleen is voorbehouden aan ervaren duikers. Omdat vooral bij het te water gaan en aan boord komen er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook is het met zoveel wind het zicht onder water vaak slecht. Ook dit keer is het zicht niet meer dan ongeveer 1 meter. Eerst wordt de ankerlijn aan het wrak bevestigd. En daarna worden de hefballonnen aan het afweergeschut vastgemaakt. Dan worden de hefballonnen gevuld met perslucht uit een extra cilinder en wordt het geschut automatisch naar de oppervlakte getransporteerd. De twee hefballonnen hebben maar net genoeg hefvermogen om het geschut aan de oppervlakte te houden. Doordat er echte zogeheten open hefballonnen zijn gebruikt, deze zijn aan de onderkant gewoon open, ontsnapt er door de hoge deining wat lucht uit een van de ballonnen en zakt het geschut weer terug naar de diepte. Omdat de wind nog harder aantrekt, besluiten we om de bergingspoging te staken. Nadat we het afweergeschut enkele weken later opnieuw gelokaliseerd hebben, wagen we samen met de ZK-18 op een rustige dag een nieuwe poging.
Het wrak staat in het wrakkenregister vermeld als wraknummer 467, maar de naam is nog niet bekend. We weten inmiddels wel dat het een Duits oorlogsschip is uit de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk een mijnenveger. Dit mysterie moet nog door het duikteam worden opgelost, door het vinden van bijvoorbeeld een typenummer op een kanon of een machineonderdeel, of nog mooier, de bel natuurlijk, met de naam van het wrak. Nadat de Zeester en de ZK-18 aan het wrak vastgelegd zijn, wordt de hijskabel van de ZK-18 mee naar beneden genomen en bevestigd aan het kanon. Het te bergen afweergeschut is een zogeheten vlak, hetgeen een afkorting is van het Duitse Flugzeugabwehrkanon en werd gebruikt om vijandelijke vliegtuigen neer te halen. Het zicht onder water is een stuk beter dan de eerste keer, wat de berging een stuk makkelijker maakt. Maar omdat er vandaag bijna geen stroming staat, wordt het opgedwarrelde bodemsediment niet afgevoerd, waardoor het bevestigen van de kabel op de tas moet gebeuren. Dit is voor de ervaren kapitein van de Zeester, die al 25 jaar op de Noordzee duikt, geen probleem. Als alles goed is bevestigd, beginnen de duikers aan de opstijging. Aan het einde van de duik wordt op 5 meter diepte een 3 minuut durende veiligheidsstop gehouden om het overtollige stikstof, dat tijdens de duik door het lichaam is opgenomen, kwijt te raken. En eindelijk hangt de trofee van duikteam Zeester in de kraan van de ZK-18 en aanvaarden we de terugreis naar Lauwersoog. We hopen met deze documentaire een idee te hebben gegeven wat het wrakduiken op de Noordzee inhoudt. Voor veel mensen zal het een verrassing zijn dat onze Noordzee ook helder en kleurrijk kan zijn en dat je voor avontuurlijke en boeiende duiken echt niet naar de andere kant van de wereld hoeft te reizen. Wel is het natuurlijk zo dat je voor het wrakduiken op de Noordzee een duiker moet zijn die veel ervaring heeft met duiken onder moeilijke omstandigheden, zoals sterke stroming, slecht zicht, donker water, diep duiken en het duiken vanaf een boot. Al deze omstandigheden kun je namelijk tegelijk in één duik op de Noordzee tegenkomen. Daarnaast moet je een goede wrakduikopleiding gehad hebben om niet in de problemen te komen door bijvoorbeeld ongemerkt het wrak in te zwemmen. En wat moet je doen als het je wel gebeurt? Ook moet je blindelings je apparatuur kunnen uit- en aantrekken en bedienen, omdat je misschien ooit eens door een klein gaatje uit het wrak moet kruipen omdat je verdwaald bent. Je moet jezelf leren bevrijden uit visnetten die her en der verspreid over de wrakken kunnen liggen. Ook leer je dan wat je moet doen als je door een samenloop van omstandigheden afdrijft van het duikschip, of wat voor speciale uitrustingstukken je moet gebruiken voor het binnendringen van een wrak. Als je dat allemaal achter de rug hebt, kun je eindelijk ontspannen gaan genieten van het wrakduiken en voor jezelf bepalen tot welke van de categorie duikers jij behoort.